Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe kookvlog van Ryan Verreijger. Welkom op mijn kanaal. Dit was kookvlog nummer 4. Ik heb heel veel leuke reacties gehad en ook heel veel leuke vragen met betrekking van maak dit, kan je dit al koken, kan je ze zo koken? Ga daar vooral mee door, want daar haal ik wel mijn inspiratie uit en kan ik iedere keer lekker een gerecht ertussenuit pikken. Vandaag wordt het roti. Roti met kip en in mijn geval snijbonen. Je kan ook gewoon lekker kiezen voor spersiebonen of zoals het echte Surinamers doen met kousenband. Ik ga je als eerste laten zien wat de ingrediënten van vandaag zijn. Voor degene die het nog niet hebben gedaan, abonneer en like even hieronder. Stuur het naar je familie, één vrienden, één kennissen. Because I need to grow. Ik moet groeien, dus support mij in deze. Dan kan ik lekker door blijven koken. Ik ga jullie nu even de ingrediënten laten zien. De ingrediënten van vandaag. Natuurlijk, als eerste de pannenkoek. Belangrijk. Dat is natuurlijk waar we de roti zo meteen op gaan mengen. Die hoef je tegenwoordig niet meer zelf te maken. Kan je ook doen. Is heel veel werk. Is ook wel leuk om te leren. Maar ik doe het lekker. Ik speel lekker vals vandaag. Dus we hebben lekker voorgemaakte roti pannenkoeken. Dan hebben we natuurlijk de masala. Dat is de basis van de roti. Dat is dan de curry smaak die je straks gaat krijgen. Dan hebben we, ik heb alvast voorgesneden 2 kleine uitjes. In dit geval kan het ook zijn 1 hele grote ei. Ik heb alvast voorgesneden 3 teentjes knoflook en een lombokpeper. De lombokpeper is niet zo pittig als bijvoorbeeld de Madame Chinette die wij gebruiken als Surinaams zijn. Dus daarin kan je ook kiezen wat je wilt doen. Maar ja, bij mij heb ik natuurlijk veel kinderen die mee eten en niet iedereen heeft heel pittig. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor de lombokpeper. De Madame Chinette is een vrij pittige gele peper. Maar dat ligt geheel aan jullie, wat je zelf lekker vindt. Dan heb ik wat kip. Dan heb ik de snijbonen. Sorry, ja, snijbonen. Ik wil zeggen tuinbonen, maar het zijn snijbonen. En dan heb ik hier zo wat aardappeltjes. Alvast, ik heb daarvoor gebruikt ongeveer 3 van ongeveer deze grootte. Snijboontje, klein type. Ik heb ze al voorgesneden, maar een tip is, want veel mensen hebben daar gewoon last van, is zeg maar het buitenste randje helemaal weg snijden. Deze kant ook. Want anders krijg je dat gekke draadje en dan is het heel moeilijk om te snijden. En dan kan je lekker slank die randjes snijden. Dus dat zorgt ervoor dat je niet in het gevecht. Ik gebruik daarvoor een klein kartonmesje. En dat zorgt ervoor dat het nog makkelijker kan snijden. Zo. Gaan we nu beginnen met het kruiden van het vlees. Wat ik doe is de aardappels. Ik heb al heet water opstaan in een pannetje. Die ga ik als eerste in het pannetje doen, zodat deze al lekker zacht kunnen koken. Die moet je half gaar koken, dus niet helemaal zacht koken. Want ze gaan straks ook nog weer bij het gerecht, bij de kip. En dan moeten ze niet te zacht zijn, want anders wordt het één zachte brei. En dat willen we niet. Dan pakken we even de kip erbij. Daar doen wij de uien. Zo, knoflook en de lombokpeper. Dan doe ik erbij, voor jullie om het makkelijker te maken, om erbij. Oh, pas op, met je kleding, vlek enorm. 2,5 eetlepel masala. Afgestreken, IB. Zo. Dan gaan we eventjes nu de curry masala lekker mengen. En dat doe ik even een handschoentje voor aan, want anders heb je hele gele nagels. En dan ben je wel voorlopig wel even zoet mee. En dan masseer je alles lekker tot een gezellig bereidje masala kip. Vergeet niet de aardappeltjes in de gaten te houden, want die mogen half gaar zijn. Dat is belangrijk.
Dus even met een vorkje prikken, als je het ziet dat hij er net makkelijk doorheen gaat, dan is het eigenlijk al voldoende. En het is het nu al, ruikt het heerlijk. Dan doen we even een klein stukje aluminiumfolie eroverheen. En doen we dat ongeveer 10 minuutjes, 10 à 15 minuten in de koelkast. Zodat het even lekker gewoon lekker is. Zo. Yes, daar zijn we weer. Ik heb de ondertussen de aardappeltjes hier, boep, heb ik uitgezet, want die zijn ongeveer al gaar. Dus half gaar eigenlijk, dit wat ik al uitlegde. Dus je moet ze niet helemaal doorkoken, dat is belangrijk. Ik ga nu even de groente, de snijbonen in dit geval, eventjes oppakken. Maar ook half gaar als het ware, dus niet te lang doorkoken. Camera, stand still, juist. Dat doe ik met een heel klein beetje margarine, is ook niet te veel voor nodig. Zo. Ik draai zeg maar mijn kousenband, mijn groente draai ik altijd door de curry heen, want dat is gewoon, vind ik lekkerder, want dan heeft dat ook die smaak. Dus vandaar dat ik het nu even een beetje voor bewerk, zodat het straks makkelijk kunnen meedraaien. Zo. Special thanks. Even RMS al. Ik heb hele mooie spulletjes gekregen van hun. Ik ben heel erg blij mee. En toen is Rivier RMS al. Dat zijn fantastische lepels. En dan zo gewoon even lekker roer bakken. Een heel klein beetje water toevoegen. Gaat het net even wat sneller. Hebben jullie dat ook niet met koken dat je zo ontspannen wordt? Ik vind het zo rustgevend. Weet je waarom? Je kan ook eigenlijk nergens anders op focussen. Want je moet heel erg toch opletten. En het resultaat is dat waar je naartoe werkt, dus het eigenlijk is het heel erg leuk om te doen. En dan zometeen de mensen die gaan zeggen, wauw, dat was zo lekker, ja, dat is waar je het eigenlijk voor doet. En dat vind ik eigenlijk wel heel relaxed. Ik hoop, ik weet dus de mensen die dat ook hebben, kom in, like, doe iets voor de fans. Hè? Ik heb ondertussen heb ik de boontjes klaar, daar zijn ze. We hebben nu lekker het vlees net uit de koeling gehaald. Dus die gaan we ook nu klaarmaken. Vergeet niet, de groente moet niet te zacht zijn. Net tegen het gaar aan, want anders ga je het zo meteen weer meekoken en dan wordt het allemaal te zacht. Ja, dus laat je nu even laten zien hoe je het vlees moet klaarmaken. Voor het opbakken van het vlees gebruiken we wat olijfolie. En niet te veel, kijk je maar. Zo, als de olie goed heet is, dan voegen we de kip toe. Ik pak altijd wat vocht van de aardappelen. Die gebruik ik lekker straks voor wat extra chic. Ook wat betrekking met kip. Ik heb hier wat, ik heb gefileerde, botloze kippendijen gebruikt. Dan heb ik lekker, dan heb je eigenlijk een soort van filet variant. Sommige mensen willen lekker juist met bot eten, de kip. Dus die hebben lekker dan stukjes kip met bot, dus dat is eigenlijk gewoon wat vind je op dit moment het lekkerst waar je het meest van is. Dus dat is lekker geheel. Het ligt geheel aan jullie.
Wanneer je ziet dat het allemaal redelijk een kleurtje begint te krijgen en redelijk gebakken is, dan voeg je nog een beetje witte peper naar smaak. Mag ook zwarte peper, wat je zelf natuurlijk het liefst hebt. En wat zout. Dan gaan de aardappeltjes erbij. Die roer je even door het geheel heen. Dat het de kleur ook krijgt. En dan voeg je het water toe. En dan gaat het allemaal lekker gaar koken tot één heerlijke brei van masala kip. Als je hier kon staan nu, zou je lekker de rotti-lucht ruiken. En ja, dat is... Ik hou van rotti. Ik ben echt een rotti-fan gewoon. Dat is echt iets wat ik al mijn hele leven heerlijk vind. Dus vroeger toen ik klein was en ik kwam thuis en ik rode mijn moeder curry had gekookt, was ik al vrolijk. En wij aten het in alle varianten. Dus of met rijst, of met brood, of met rotti. Dat was op dat moment wat er dus eigenlijk gekookt was. En het is altijd heerlijk. Gewoon lekker witte rijst met masala kip. En aardappel en groente erbij, heerlijk. Maar ook de volgende dag, weet je, de tweede dag is altijd lekkerder. Boterhammetje erbij, lekker opwarmen en lekker dopen in het brood. Kip erbij, heerlijk. Dus je ziet het, ik ben echt een masala fan. Kijk. Wat een feest. Zo, alles kookt nu. Heerlijk, het vlees, je ziet het al. Het is al een beetje dat dikke masala geworden. En dat doe ik als laatste. Voor de laatste 2-3 minuutjes de snijbonen er doorheen, zodat die lekker kunnen trekken aan de smaak van de masala. De ene doet het apart, de ander doet het er doorheen. Ik doe het er doorheen omdat ik dat gewoon het lekkerste vind. Dan krijg je al die kleuren, al die smaken die dan bij elkaar komen. De aardappel is lekker gaar, de groente is al gaar. Dan doe je hem eventjes 2 minuutjes met het vuur laag en een dekseltje erop. En dan over 2-3 minuutjes kunnen we rotti eten. Heerlijk toch jongens, een leven. Zo, de rotti is helemaal klaar. Heerlijk. De rotti gaan wij heerlijk wat aardappel erbij. En wat je. En dit is mijn rotti. Kijkt u eens. Tadaa. Ik hoop dat u heeft genoten van deze vlog. Ik in ieder geval wel. Dit was leuk maar vlog nummer 4. Vergeet niet te abonneren en te liken. Ja, ik heb niemand nu om het eerste hapje te doen, want iedereen is er niet, zeg maar. Ik ben helemaal alleen. Alleen Klein is er. En deze gaat lekker de kast in, de koeling in voor Vree. Ik hoop dat jullie heel genoten van deze vlog. En on and cooking. Zo, opnieuw. Knip. Dat pauze eventjes. Begin op soepel te worden, is hij. Ja, hoor, ja. Wat is er gebeurd? Niks, mijn blikjes opgevallen. Ik heb ondertussen. Waarom staat dat ding zo scheef?